Hier ben ik, Bramtje. Bram? Mijn hersenen zitten nooit stil. Bram. En ik daarom ook niet, denk ik. Bram. Ik hou van uitvindingen. In mijn uitvindingenschrift staat de wc op 85. En de Game Boy op nummer 25. Ik heb veel vragen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, waarom is melk wit? En hoe zou het zijn als je geen handen hebt? Op drie ga je echte dingen leren. Wat voor dingen? Alles. Meester P. Vis. Meester P. Vis. Die moet zeker in mijn goede namenschrift. Bram. Hallo, meester Pis. Ja, Bram. Een losse tand is irritant. Hier zag je staan. Kom. Hij is voortdurend met andere dingen bezig. Oh, Bram. Ik heb je nou 3 keer gevraagd om op te letten. Oké. Er moet echt iets veranderen. Kijk, hier staan de dingen die we doen. Netjes eten, luisteren, rustig zijn, op tijd gaan slapen, opschieten. Krijg ik nu een strafpunt? Misschien moet je toch nog beter je best doen, man. Ja, maar dat doe ik ook. Ik word zo moe van mijn hoofd. Ik kan mijn hoofd niet uitzetten, snap je? Ik kan maar beter naar een andere school gaan. Kan je daar dan wel stilzitten? Druk zijn, dat is echt niet erg. Maar je moet wel leren luisteren. Weg jij! Als mijn raketbus af is, dan vlieg ik weg. Heel ver weg van hier. Oké, hup, even van de stoelen. We gaan springen en rondrijden. Even los! Kom maar!